Goedendag en welkom bij aflevering 8 van Mijn Career Mode met Feyenoord. We zijn door in de Europa League, heb je de vorige aflevering gezien. Dus de twee overige wedstrijden tegen Stade Rennes en Basel gaan met onze B-ploeg spelen. Vooral deze. Want na deze wedstrijd is de wedstrijd tegen PSV die we zeker in onze A-ploeg moeten spelen. Dan kunnen we hier ook met de FC Emmen. A-ploeg, B-ploeg. A-ploeg, B-ploeg, A-ploeg. En dan is die maand weer voorbij. En dan is het al de volgende transferperiode. Dus het seizoen gaat zeer snel. Maar nu zijn we klaar voor de wedstrijd tegen Stade Rennes. We zitten in de vijfde speelronde en het publiek Welkom in heeft Horizon zin. Park, de spanning thuisbasis is van van Stade Rennes het gezicht van Voetbalclub spelers en af te zij lezen. ontvangen Het zal Feyenoord. best wel eens een mooie wedstrijd Beste kunnen worden. commentaar Het is is 4-1 Evert ten rond voor Apel Stade en Jurie Rennes Mulder en natuurlijk. Feyenoord. Naar Dit is deze aan de dag hebben stand de op dit fans moment in heel groep lang K. Wij hebben uitgekeken, 12 Jurie. punten, Ze wisten Stade Rennes natuurlijk 3, voor FC deze Basel wedstrijd 3 al dat en ze Dynamo kampioen Kiev zijn. Maar vandaag 2. is echt de officiële ceremonie. Er moet natuurlijk nog wel eerst een wedstrijdje worden gespeeld Zij tegen een sowieso team door dat te zijn aanspelen bij titel onze extra B-ploeg. glans gaat geven door hier een klinkende overwinning te boeken. En ik heb het gevoel dat we met onze B-ploeg ook gaan winnen. Ook al staat het op wereldklasse En dus. hier zien we de beginopstelling van de En de thuisploeg. opstelling voor Stade Rennes. De trainer heeft gekozen voor 4-5-1 met één Kubek, aanvaller dus Bensebaini, Da voorin. Silva, Ja, Seurensen, wat moet Traoré, je daar nou Sar, mee? Gelin, André, Ja, kijk, Bourigeau, het is natuurlijk Grenier een en beetje Dos afwachten hoe de Santos middenvelders start het in de invullen. spits. Maar ja, één aanvaller is wel erg weinig. 4, 5, 1. Met deze formatie stapt En dan nu Feyenoord voor het veld op. Feyenoord coach Dick Albrecht De heeft voor trainer heeft deze 11 gekozen namen voor een gekozen. opvallend systeem. Vermeer, Malacia, Tapia, 4-5-1, Van dat moeten Beek, we daarvan Nieuwkoop, verwachten. Larsson, Het is in ieder Rosario, geval geen Ayoub en City, spelopvatting waar je Oliveira, vrolijk Souza. van wordt, En Evert. natuurlijk Als Nicola je zo'n systeem Jurgensen, op het onze bord zet, heb je spits. duidelijk niet de intentie om het publiek te vermaken. En nog even de teamfoto. Zij krijgen hun eerste teamfoto in de Europa League. En dan kunnen we starten aan de wedstrijd. We gaan van start, zo tot het veld heel klein gaan maken. Dan Samen Dos met Jos Santos met Santos en omhaal Jurgen en de redding Vermeer. van Vermeer. Wat een schot, fantastische redding. Broodnodige redding van Vermeer. 6 meter, nou dat kan gevaarlijk worden. Dan Langs Sar Vermeer, daar komt een met het uitstekende schot, kans aan om de maar voorsprong die te gaat pakken. De naast. bal komt niet eens in de buurt van het doel, maar ruimte op de vleugel. De bal Dan wordt Dos binnen 16 meter Santos met de gekopt. kopbal, maar Nu kan makkelijk voor Vermeer het Vermeer. zien. Kijk nou, Dos Santos. de bal Vermeer uit de weer achterlijn van het goed schot. bij de pinken. Corner. Een wissel doorvoeren. Sven Hij van heeft Beek zijn is rode geblesseerd kaart al bij geraakt voor zijn pijn. en wordt vervangen door Geertruida. Dan Rosario, Oliveira, Souza Een wordt schitterende gered redding hoor van de keeper. door de keeper. Feyenoord krijgt een hoekschop. Traoré. En dan gaan we rusten We in gaan een rust in wedstrijd bij die op 0-0 0-0 staat, van de tweede maar helft waar onderlinge. Stade Rennes eigenlijk In veruit elk geval de beste iets om ploeg over na is. te denken in de kleedkamer. Want hoe is het Zij hebben de mogelijk meeste zoveel kansen, kansen zij hebben het toch meeste uit de wedstrijd balbezit. komen? Ja, er Als er een waren ploeg verdient voor voor te kansjes, staan, is het kansjes. Stade Rennes. Aan de andere kant Ze mogen heel blij zijn dat 0-0 staat met de rust. Hopelijk beter spel in de tweede helft. Daar gaan we nu naar in de kijken. tweede helft wordt Dan afgetrapt. Door tot het strafschopgebied. André op de Van der lat. Bos scheert de lat. Hoe Daar dicht staat kan Santos Stade weer Rennes op de komen bij trap. een Hij doelpunt? zingt dan ook. Gaan we een Ja, wissel dat is doorvoeren. de Yassine coach. Ayoub wordt Sfeer vervangen door Jonathan David en Larsson gaat in de eruit kleedkamer. voor Aluko. Iedereen steunt hun team. Twee nieuwe Iedereen verse steunt de krachten, ploeg. hopelijk helpt dat. Dos Santos. Dan Wat Johansson, een stevige Johansson aanval. en die tikt hem binnen. Daar is de opening Het kon gekomen. niet blijven Maar duren hoe die daar en in de tikt, dat is wel 77e duidelijk. minuut Ja, maakt hoe komt zo'n Johansson wedstrijd toch dan naar jou toe? 1-0 voor Stade Rennes. Dan Daar Ben komt Arfa Vermeer en naar jou Vermeer aan. met de redding. Nog maar even passief. Het zag er veelbelovend En uit. dan is de wedstrijd Het zit erin. afgelopen. We verliezen hier op het veld van Stade Rennes met 1-0. En dat De is seizoen oververdiend voor Stade Rennes. begint zo Zij waren de beste optimistisch ploeg. te Zij varen. hadden Nu mega veel verliezen ze kansen. van deze We mogen ploeg eigenlijk blij tweede zijn dat we keer maar in verloren vijf zijn minuten. Dus met laten we het 1-0. even. Het
Maar we gaan sowieso door in de Europa League. Dat wisten we dat dat kon gebeuren met ons bijelftal. Dus. Ah, geen man overboord. Jammer natuurlijk. Ik had graag een gelijkspeltje gespeeld of zo. Of gewonnen, maar we hebben verloren. Kan gebeuren. Eindstand 1-0 voor Stade Rennes. Dan hebben we een mail ontvangen. Het is echt wel een domper. Pablo Rosario heeft een gebroken teen opgelopen. En hij zal ongeveer 6 weken uitgeschakeld zijn. En dat is net een belangrijke speler voor ons. Invallen in de A-ploeg, vaste waarde in de B-ploeg. Maar we zullen er wel iets op vinden. We laten de hoop niet zakken. En dan zijn we nu klaar voor de wedstrijd van deze aflevering. De wedstrijd Feyenoord tegen PSV. Loopt PSV meer uit in de competitie? Of gaan wij erover? Het ziet u binnen een enkele seconde. De spelers bereiden zich voor op deze wedstrijd, die we rustig mogen bestempelen als zeer belangrijk. Eens kijken wie hier vandaag overeind blijven. Dag dames en heren, welkom in de Kuip, de thuisbasis van Feyenoord, en zij ontvangen de regerende landskampioen PSV. Wedstrijd commentaris Evert de Napel en Jurie Mulder. Op dit moment in de competitie zijn dit de twee ploegen die het hardste strijden voor de kampioenstitel. Dus het wordt een belangrijke wedstrijd. We scoren wel meer doelpunten. Maar dat wil natuurlijk niks zeggen. Zij hebben betere resultaten gehaald. Zij staan nu 2 punten boven ons. En hopelijk kunnen wij na deze wedstrijd er weer over gaan. Het zou een zeer belangrijke stap zijn. Als we deze verliezen, dan komt er ineens heel veel druk op onze schouders. Te bekijken speler is Steven Bergwijn, overgekomen van PSV. En speelt hier tegen zijn ex-club. Dit zijn de opstelling voor Feyenoord. Op de bank zitten Tapia, Skoulason, Ayoub, Siti Larsson, David de Jurgensen. Nick Albrecht is natuurlijk de hoofdcoach. Dan Vermeer in doel, Sint-Juste, Bottegien, Van der Heijden, Haps. Op het middenveld Klaasie, Vilena, Torenstra en Bergwijn, Van Persie en Berghuis. Zijn onze 3 aanvallers en zij moeten voor de doelpunten gaan zorgen. Dan voor PSV op de bank Room, Behig, Ramselaar, Ismaël Mirin, Sainsbury Junior en Lundqvist. In doel Zoet, dan TZ, Schwab, Viergever. En Angelino, Gutierrez, Thomas Pereiro, Malen. En de 2 andere heb ik niet kunnen lezen, dus we starten aan de wedstrijd. Dan Lozano, Pereiro, maar recht op Vermeer. Dan Berghuis wordt gered. Dan de kopbal. Het paal. En Van Persie tikt hem van dichtbij binnen. 1-0. Robin van Persie op het kwartier. Ja, de keeper zag daar toch niet al te best uit. Voor Robin van Persie is het zijn 5e doelpunt in de Eredivisie. En de hoekschop met Berghuis. Sint-Juste en die gaat binnen. 24e minuut. Sint-Juste scoort de 2-0. En we zijn zeer goed begonnen aan deze topper tegen PSV. Sint-Juste, kopbal, zeer sterk. Dan Torenstra. Van Persie wordt daar neergehaald en dat is een penalty. Jawel, de penaltyfout op Robin van Persie. We gaan nog eens kijken. De fout van Schwab. De voorzet. En dan hier wordt hij tijdens het springen aangelopen. Dus duidelijke penalty. Berghuis zet zich achter de bal. Berghuis trapt en die gaat mooi binnen.
3-0, 33e minuut. Ja, en ik durf misschien zelf wel zeggen dat de wedstrijd gespeeld is. Tweede doelpunt in de Eredivisie voor Berghuis. Sint-Juste van Persie komt er met zijn teen aan en scoort de 4-0 in de 43e minuut. Wedstrijd gespeeld. Zesde doelpunt in de Eredivisie. En dan gaan we rusten na een zeer goede eerste helft. We hebben redelijk wat kansen bij elkaar gevoetbald. We hebben 4 keer gescoord. Oké, een paar keer zag de keeper er echt wel niet goed uit. Maar dat is niet ons probleem. Robbie van Persie, 2 doelpunten en de penaltyfout op hem. Dus een zeer goede eerste helft. Ruststand 4-0 voor Feyenoord tegen PSV. Dan beginnen we aan de tweede helft. En ik denk dat PSV wel zal wakker worden. Een Bergwijn van Persie. Oh, net over het doel. Grote mogelijkheid, Robbie van Persie. Dan Gutierrez. En jawel. De 4-1. We merkten het, PSV was gretiger de kleedkamer uitgekomen. En scoort zo de eredivisie. De 4-1. Net voor het uur. Dan Romero wordt gered door Vermeer. Of was het Ramselaar? En Lozano op de paal en Ramselaar. Dek laat binnen 4-2 en gaan we hier toch nog iets beleven? In de 66e minuut scoren ze de 4-2. En nu gaan we toch een beetje moeten oppassen. De PSV is echt wel zeer goed de tweede helft. Dan Bergwijn. Torenstra, die laat die kans liggen. Grote mogelijkheid voor de 5-2, maar laat liggen. Gaan we een wissel doorvoeren. Larsson en David komen Bergwijn en Van Persie vervangen in de 80e minuut. Dan Lozano, de trap en die gaat op de lat. Dan Aurelio Ramselaar, maar die kopt die naast in de extra tijd. Dan nog een laatste wissel. Yassine Ayoub komt Jens Toornstra vervangen. En de wedstrijd is gewonnen. Het is nu 92e minuut. En inderdaad, de wedstrijd is afgelopen. Het blijft 4-2. Een zeer sterke eerste helft van Feyenoord. Een zeer sterke tweede helft van PSV. Heeft gezorgd voor deze 4-2 overwinning van Feyenoord. Langs de ene kant vind ik niet dat PSV verdient voor ze met 4-2 te verliezen. Een 3-1, 3-2 had logischer geweest. Maar we hebben 4 keer gescoord in de eerste helft. En dat is onze verdienste. Keeper zag niet goed uit, maar daar gaan we over zwijgen. Eindstand 4-2 voor Feyenoord. Dan zijn we nu klaar voor de wedstrijd tegen FC Emmen te simuleren. PSV heeft zijn wedstrijd gewonnen, dus willen we eerst eens blijven, moeten we deze wedstrijd echt winnen. En ik heb er vertrouwen in, want FC Emmen staat op een laatste plaats. Zij hebben hun vorige wedstrijd dan ook verloren met 0-4 van Vitesse. Dan zijn we eraan begonnen. Berghuis met het openingsdoelpunt in de 6e minuut. Van Persie met de gele kaart. En we gaan rusten met een 0-1 voorsprong. We zijn goed bezig. Berghuis met de 0-2. Maar direct daarachter Marinus met de 1-2. Laten we dit alsjeblieft vasthouden. Een gemiste strafschop nog van Jurgensen. Maar al een geluk komt er geen gelijkmaker meer. Dus prachtig resultaat. Daardoor blijven we natuurlijk ook eerste in de competitie. Nu even feiters en cijfers bijwerken. Dan gaan we nu kijken naar de stand hier in de Eredivisie. We staan op kop met 35 punten. Dat is 1 punt meer als PSV en 7 punten meer als Ajax. Dan met 27 punten volgt Heerenveen. Utrecht en AZ hebben 26 punten. Dan volgt Vitesse met 25. ADO Den Haag en FC Groningen hebben 21 punten. 17 punten voor Willem II. 16 voor De Graafschap, Fortuna Sittard en NAC Breda. PEC Zwolle heeft er 15. Excelsior heeft er 14. VVV Venlo heeft er 13. Heracles Almelo heeft 9 punten. En FC Emmen heeft er 6.
Dit was het dan voor deze aflevering. In de volgende aflevering spelen we de wedstrijd. Ik moet hier zijn bij de kalender natuurlijk. Spelen we de wedstrijd tegen Basel. Dat is de laatste groepsfasewedstrijd in de Europa League. De wedstrijd tegen Fortuna Sittard gaan we simuleren. En dan de bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag. Ik zie jullie heel graag terug bij de volgende. En voor nu, bye bye.